in ieder geval heeft mevrouw Paragsingh haar pensioneerde leeftijd al bereikt. En er moet nog een besluit worden genomen of ze wordt benoemd tot PG. Of ze een verlof moet opnemen en dan volgt iemand anders. Zijn er wel andere kandidaten in het zin? Ik heb geen idee. In ieder geval dat Openbaar Ministerie is daar. En dan moet je zien dat de hiërarchie er zijn. Je hebt wanneer iemand komt weg te vallen, dat dan die persoon die daaronder zit, die dan opvalt. Dus dat is een onderdeel van het Openbaar Ministerie waar wij niet zoveel bemoeienis in wilden hebben. Dus ik zeg van inmenging, maar natuurlijk gaat de regering een PG moeten benoemen. Dus in ieder geval, als mevrouw Paragsingh wegvalt, dan komt die persoon die het valt. Dus het werk gaat gewoon doorgaan. Met betrekking tot de positieverdeling van de AWO en de PHB in de coalitie, waren de afspraken van de AWO bijvoorbeeld het diverse zou invullen met betrekking tot PG zijn? Nee, ik wil daarover niet praten. AWO kan geen invulling geven van PG. De regering zorgt ervoor dat een PG daar zit. Het gaat niet over ABOP of over VAP, het gaat over de regering. De regering komt met een kandidaat.